Ik ben live. Oh shit. Dames en heren, het is weer zover. Het is tijd voor het politie simulator. Mijn naam is Milan Knol, ik ben uw politieagent tot uw dienst vanavond. We gaan lekker veel parkeerboetes uitdelen, vooral veel snelheidstickets. En we gaan alles doen om de criminelen te pakken vanavond. Ze zijn van mij, ze zijn van mij. Komt u binnen in de cel. Jazeker, jazeker. We gaan ze weer allemaal pakken, die vieze criminelen. Die vieze mensen die verlopen kentekenbewijzen hebben. Wat denken ze wel niet? Wat denken ze wel niet? Niemand is de wet te snel af. Behalve de wet zelf. Dat is helemaal niet waar trouwens, want de wereld gaat te snel voor de wet. Maar goed. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn, man. David, Alpenweide, ik zie je. Siem, Mag de la Wit. Wat een sikke naam, gast. Femke, de hele familie Mulder is erbij. Mitchell, Groenavond. Avitate, Bo, hallo. Komt er nog een game voor de leden van januari of komt deze wat later? Ja, die Avitate die komt zeker weten. Deze maand komen er inderdaad weer gratis games voor de leden. Dat heb ik beloofd. En dan gebeurt het ook iedere maand. Dus ja, die komen nog. Die komen nog. Ik heb ze nog niet ingepland. Hallo iedereen, hallo Nadie, hallo. Je hoeft niet te spammen, want het levert niks op. Maar verder wel heel leuk. Cool, sick, vet. Ja, we gaan vandaag samen weer met Kaak op pad om politie simulator te spelen. Dus ben benieuwd, man. Ben heel erg benieuwd. Oh, hij zit al in mijn channel. Nice, oké. Okay. Nou goed. Hoe bedoel je gratis games? Nou, als je lid bent, dan krijg je dus iedere maand in de community post op YouTube krijg je games. En dan is het gewoon een kwestie van, heb jij het gezien? Dan kun je dat als eerste claimen en dan kom je onder die community post van, hey, ik heb hem geclaimd. En dan heb je de game. En zo geef ik gratis games weg. Het verschillende per maand hoeveel het er zijn. Vorige maand waren er echt veel. Waren echt iets van 8 games of zo die ik had weggegeven. Maar ik weet niet hoeveel het deze maand wordt. Iedere maand is het wat anders. Iedere maand is het iets anders. Hallo? Hallo? Yo, Knol. Yo. Hey man, heb je pak weer aan? Ja. Ik zie het, man. Wat goed. Gewoon niet gek, hè? De beste wensen. Heel mooi. Streepje lach. Jij ook? Zeker. Zeker heb ik mijn pak weer aan. Oh ja, ik zie het, ja. Mooi. Maar je hebt alleen je blouse weer vergeten, of zit die nog in de was? Ja, die zit in de was. Ja, dat dacht ik al wel. Hoofdagent Kaakgast. Dus je vriendin doet een week lang over de was? Ik doe de was, bro, hier in huis. Jij doet de was? Ik doe de was. Er gaat iets fout. Joelle maakt schoon en kookt, ik doe de was. Ah. Hey Nes, dankjewel voor de 10 abonnementen. Oh, hij is al weg. Goed. Yvette, dankjewel voor de 4 maanden. Nog de beste wensen. Jij ook, Yvette. Dankjewel voor de 4 maanden. Beste wensen naar jou gewenst. Hey, Knol.
Ja? Ik heb weer de 10.000 subs gehaald, gast. Ik zag het, ja. Voorhoofd Joch met 10.000 subs. Lang niet gek, hè? Het is een ongelofelijke prestatie. Waar is dat niet normaal? Nee, dat is inderdaad niet normaal. Moet je daar nou nog op zeggen ook? Ja, enorm gefeliciteerd ermee, man. Ik bedoel, het is niet dat jouw succes daarvan afhangt, maar het is wel de dedication van jouw kijkers die ervan afhangt natuurlijk. En die is hoog. Die is heel hoog, bro. Ja, zeggen ze dat het slecht gaat met de economie, maar bij jou is de economie gewoon één lopende terrein. Ja, alles gaat hier naartoe. Alles. Ongelooflijk, man. Ik ben enorm blij voor je en trots op je ook wel een beetje. Ja, thanks, man. Ja, op Milaan pakt ze allemaal. Oh, in Den Haag begroten ze mijn stream gewoon apart mee. Ja, je betaalt ook een andere belasting, hè, dacht ik. Ja, dat klopt. Ja, het is niet normaal. Is dat dan ook 9% in plaats van 21%? Omdat het artiestenregeling dingen... Ik betaal 99%, bro. Ja, dacht ik al. Procenten makken. Heel goed. Wie is Milan niet trots? Ik denk op zijn eigen pa. Ik huil, maar ik lach. Ja. Goed. Well, starting off strong. Anyway. Yeah. Yo, dikke duster. Thanks voor de €2. Sorry, super ja, chat. Dit was een voorzet. Zo ziek. Bad cop, Milan pakt ze allemaal. Yo, dikke duster. Ik ben een good cop. Maar Milan gaat wel de beste oom worden die er is, man, chat. Laat me jullie dat gewoon even vertellen nu alvast. Ja, 100. Doen we bad cop, good cop? Ja, natuurlijk. Ik ben altijd al bad cop, gast. Oh ja, want ik krijg net te horen dat ik de bad cop ben. Maar ik ben eigenlijk altijd de good cop, ja. Ik loop iedereen te taseren. Hoe ben jij... Oké. Okay. Ja, ik weet het ook niet. Goed, ik moet wel even iets bekennen. Ik heb dus doorgespeeld omdat ik dacht, dit is leuker. Oké. Okay. Dus ik heb wat ik heb gedaan, is ik heb wat dingetjes unlocked voor ons. Ja. Ik heb je geïnvite nu. En daarmee kunnen wij dus wat extra dingetjes doen in de wereld. Oké. Okay. Het leuke daarvan is dus dat wij weer nieuwe... We hebben niet per se een nieuw iets, want er is nog steeds een groot ongeluk wat wij kunnen helpen. Maar ja. Bij dat grote ongeluk hebben wij dus nieuwe attributen om te gebruiken in onze werkzaamheden. Oké. Okay. Dat was heel... Ja, dat duurde wel lang. Maar ja. lang verhaal kort, nieuwe dingen. Ja. Dat had ik eigenlijk moeten zeggen. Ja, je hebt gelijk. Ja. Oké. Okay. Maar de attention span van tegenwoordig, inderdaad, had ik dat moeten doen. Nou, kijk, bijvoorbeeld, ik had net hetzelfde aantal kijkers en ik ging 3 minuten plassen en nog steeds hetzelfde aantal mensen die kijken. Dus dat komt weer puur omdat mensen gewoon... Ik heb allemaal geen TikTok-publiek, die zitten hier niet. Nee, dat is heel goed. Ik heb dat denk ik wel, maar goed, maakt niet uit. Nou, die ben ik eigenlijk dood. Niet. Nou, grapje. Ik heb wel Snapchat-publiek. Oh ja, jij doet veel op Snapchat, hè? Milan Knol op Snapchat, dames en heren. Ja, ik heb wel een recordje verbroken alweer op mijn eigen Snapchat. Maar ik wil het hele jaar nog door. Iedere dag. Nou, daar ben ik dan wel weer trots op. Ik ben een Snapchat-vlogger geworden, denk ik. Nou, dat vind ik leuk. Ja, nou, dat is lief van je. Is wel leuk. Maar goed, we hebben allebei ons eigen ding. Cool. Wil je overdag of wil je 's nachts? Chat, wat zeggen we? Of wil je met zonsondergang? Dat kan ook nog. Nou, nee, want dan moeten we lopen. Laat maar. Oh, nee, dat kan wel. Zonsondergang kan ook. Chat, wat zeggen we? Nacht? Iedereen zegt nacht. Nacht? Oh, god. Oh. Ja, ik zie het. Ja, nacht. Heel veel nacht. Bij mij in de chat ook nacht. Overdag, nacht, s'nachts. Ja, s'nachts. Oké, goed. Gaan we s'nachts. Zetten we hem even op... wat zullen we doen? 45 minuten. Nou, 45 minuten is best. Car patrol at night. Daar gaan we. Hey, dikke duster. Ja, dank je wel voor de €2. Ik krijg een goede comment in de chat. Thanks, man. Zijn er ook junkies en zo? Waarom noem jij mijn broertjes naam nadat je zei junkies? Junkies en zo. Niet leuk, hè? Niet leuk. Maar goed, nee, er zijn geen junkies en zo. En zo. Ik heb jou volgens mij wel iets gestuurd nog. Dat heb ik allemaal gedaan. Heb je dat gedownload? Als jij mij huiswerk geeft, dan maak ik dat. Oké, okay, ja nee, ik heb het huiswerk gedaan. Ik stuur het naar jou. Dat is het beetje. Wat zijn deze load times trouwens? Ja, dat is omdat je een nieuwe mod hebt nu. Oké. Okay. Chat, we hebben wat dingen geïnstalleerd om de experience voor jullie als kijker
nog aangenamer te maken. Ja. Eén in de chat is je hoerie ready ben voor alle dingen die wij hebben geïnstalleerd. We hebben allemaal mods. Oh, we hebben al een accident, maar jij bent er nog niet. Verdomme. Bro, ik zit nog steeds aan het laden. Volgens mij gaat dit niet goed, bro. Ja, ik zie jou wel zitten, hoor. Net binnen. Ja, ja, ik zie je wel ik zitten. Ik hoor ook als ik dingen doe. This is Patrol 4-5-6-1. Stap ik nu op? I'll handle the accident. Nee, je staat niet op, nee. Moet ik hem even reloaden, misschien? Ja, ik Alt 4. Oh ja, mijn partner shift is over, oké. Okay. Oh, misschien kan je gewoon überhaupt nou joinen wel. Ik doe je nog een keer inviten, oh. Ik invite je even opnieuw. We have a traffic stop that requires taking care of. Hebben we vorige keer een traffic stop gedaan? Ja, 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 die hadden we gedaan. Willen we die nog een keer doen? Nee, hè? I'm afraid I won't make it in time. Nee. Waarom zit hier een deuk in deze auto? Oh, dat is schaduw. Oh. Chat, dit is ook mijn momentje met mijn beste vriend, hè, chat? Goed. Dikke Duster, dankjewel hè, voor die 2 euro. We willen meer kaak op straat. Meer kaak? Dus je wil meer bad cops op straat? Goed. We gaan het inladen. Meer, oh, zodat je meer wetten kan overtreden. Ah, ja, ik voel je. Ja. Nee, is goed. Ben ik mee eens, denk ik. Weet ik niet eigenlijk, trouwens. Hey, ken je die ene film dat je alles mag doen wat je wil doen? Hoe heet die ook alweer? Ah, ik ben er. Hoe heet die film ook alweer? De Major Accident. Moeten gaan. Oh, de Purge. Ja, dat is hem. Kijk. We hebben Nederlandse politieauto's. Kijk nou, chat. Ziek. Vet, hè? Zo vet. Kijk dit. Hebben wij wel weer even voor jullie geregeld, hè? Oké, collega. Ready? Oké, collega. Maar ready. Gaan we. Kijk nou. Zelfs de Nederlandse politiegeluid zit erin nu. Nederlands politiegeluid. Hé. Hey. Suspect is fleeing. Aan de kant. Fuck. Kut. Aan de kant. Sorry mevrouw, we moeten echt even door. Ja, ik let er niet goed op. Sorry. Zo, ik heb een goede kras in mijn beeld. Goede ster. Daar gaan we. Suspect is fleeing, hè? Ja, wat wil ik doen? Ja, hem klemrijden en doodschieten. Kan niet. We moeten naar een ongeluk. Ja, maar degene die het ongeluk veroorzaakt heeft, die is fleeing. Ja, nou dan moet je er nu achteraan rennen. Ik weet niet wat ik anders kan doen. Zo, daar gaat iemand nog extra op. Zag je dat? What the fuck? Ja, what the fuck? Zo, wij hebben ook meegedaan in het ongeluk volgens mij. Maar kijk hoe onze auto eruit ziet, joh. Kijk dan, die zit met haar hoofd door het dak heen. Wie? Die vrouw. Oh, nee toch. Ja, ik zie het. Zo, dat gaat niet goed met haar. Enjoy your day? Wat doe je nou? Ja, bro. We foto's maken. Oké, we hebben extra attributen, Don. Je moet even komen. We moeten even, dit is belangrijker. Oh ja. Voordat wij hier zijn, moeten we namelijk eerst zorgen dat de rest van de mensen weten dat wij hier zijn. Ja, doe even een beetje met mij erbij. Oh, ja. Ik lach. Ja. Oké. Kijk, hier achter in onze trunk. Ja. Daar kun je spullen vinden. Oké. Deze moet ik even goed. Tools. Road flare. Ja, bijvoorbeeld. Road flare. Traffic cone. Ja. Road barrier. Ja, heel goed. Dat soort dingen hebben we nodig. Want kijk, die mensen hier achter ons snappen niks van wat hier gebeurt. Wat heb je gepakt? De road ding, hoe plaats ik dat nu dan? Dan doe je op tab ingedrukt houden. Oh ja. Ik doe wel de traffic cones. En als je tab ingedrukt houdt, dan kan je inderdaad met dat ding kan je dan kiezen wat waar je hem plaatst. Hoe plaats ik hem? Als het goed is, gewoon met de linkermuisknop, toch? Oh nee, rechtermuisknop. Dan kun je klikken. Zo, daar doe ik eentje. Ja, ze moeten eigenlijk even een beetje, hè? Ik doe even de auto aan de kant. Ja. Heel mooi dit. Doe je heel goed. Is goed, hè? Ja. Is goed. Oké, deze man snapt er niks van, dus ik ga even tegen hem vertellen dat hij zich moet omdraaien. Of vrouw bedoel ik. Kijken, police hand. En dan zeg ik U-turn. Mevrouw, doe even een
Kijk, deze mevrouw voelt zich niet zo lekker, Chad. Wat doen we daar dan mee? U-turn. Heel goed, even taseren. Turn back. Ja. Dit gaat goed. Turn back. Make a U-turn. Make a U-turn. Okay, dat kan helemaal niet. Make a U-turn. Nou, laat maar. Kan niet. Ik weet niet hoe dat werkt dan. Ze staat ook op die band, bro. Kijk, en ze loopt nu door de auto heen. Doodzie. Zo. Pionnetje hier. Waar kan ik nog een pion plaatsen? Eigenlijk moet ik hem hier plaatsen. Even kijken waar ik hem neer moet zetten. Oh. Hier zo plaats ik hem wel. Wat een goed hek heb jij geplaatst, man. Ja. Ja. Nice. UI-test, even een druktest. Ja, Mighty, dankjewel, broeder. Even kijken waar ik deze plaats. Hier. Nou, hij heeft niks gebruikt. Zo. Oh, goed. Je bent al een beetje aan het... Moeten we nog foto's maken of heb je alles al gedaan? Ja, ik heb wel een paar foto's gemaakt, maar niet... niet... Heeft hij gedronken? Ook niet. Oh ja, ik maak nog even wat foto's. Oh ja, hier nog wat. Deze persoon zit wel nog vast, hè? Hier in de... Zit iemand nog vast in de auto? Ja. Oei, 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 oei. Met de hoofd uit het dak. Kijk. Ja, ik die zie vrouw voelt zich denk ik niet zo lekker. Fucking exorcist. Ja, wat kunnen we doen daarmee? Niet echt veel, hè? Ik interview er even vanuit de auto. Bro, what the fuck? Het is op zich gewoon een normale dag voor haar, dus... Ja, inderdaad, ze staat er een beetje raar bij. Oh, wat ik doe je nou? Even, ja, ik prop even door het dak heen en laat ik even blazen, terwijl ze daar nog vast zit. Bro, wat in de Efteling spelen wij, bro? Even taseren? Kun je nagaan dat dit ook gewoon op de PlayStation en Xbox is, deze game? Dat wordt toch hartstikke afgekeurd, joh. Wat is deze man hier nou weer te rennen? Ik sta ook even met mijn bek in het ijzer. Chat, echt waar de fuck kijk ik naar? Nou, ik zie ook iemand die tegen een auto aan rent. Snap ik ook niet helemaal. Goed. Deze is ook ongeluk. Heb je die al gepraat? Hé, hoezo kan ik niet met hem praten? Oh. Please show me your license and vehicle registration. Yo, Jimmy Habig. Hopelijk dat ik het goed zeg. Ze heeft heel veel marihuana bij zich. En A, dankjewel voor het lid worden. A. Vet, ik kan niet wachten tot B lid wordt. Hé, maar A, dankjewel voor het lid worden, gast. Deze guy hier heeft geen verzekering, dus die ga ik meteen eigenlijk al een boete geven. Ik was in een real hurry en ik drove too fast. Ze heeft wiet bij. Echt? Ja. Is ze ook onder invloed nu? Nee, dat niet. Oh. Please cooperate peacefully while I take a sample to check if you're drunk. Maar je mag 1 ons wiet bij je hebben. Ja, zij had 2 keer 0.75. Oké. Ik heb hier een alcoholistische guy. Die is... deze guy is dronken achter het stuur gegaan. Zo, doe je dat op het voorhoofd? Dus dat is wel een probleem nu, man. Wat is het probleem? Ja, deze guy die moet ik dus nu 2 boetes geven. Want hij heeft, ja, want hij heeft geen verzekering. Oké. Okay. I have to issue you a ticket en you don't hij have is dronken. Ah, geef hem ook maar een boete voor dat kapsel. Dat wil ik ook niet gaan doen, inderdaad. Kijk, DUI alcohol. Kom maar mee, meneer. Please, no. Ik weet niet of we deze guy al in onze auto kunnen laten, want soms kan dat. Straks kunnen we namelijk ook echt mensen in de gevangenis wat is meenemen. Dit kapsel, bro? Nou, deze heeft de Dyson Superblower. Kijk dit. Tering. Waar ben je? Kijk dit. Oh, hij is nu weer los. Ah, dit is grof. Dit is gewoon met ijzerdraad. Kijk dit. Ik zie niet... Ik zie iets wat jij niet... Ik zie iets wat jij niet ziet, denk ik. Ja. Oké, Oh, je bedoelt die vrouw? Ja. Ja. Oké, tow truck. Doe je nu al een tow truck? Ja, bro. Maar we hebben nog niet... onze rapport is nog niet helemaal vol, hè? Zie je dat? Oh, wacht. Mevrouw? Zo. Pocket watch zit erin. Hé, onze rapport is nog niet helemaal vol. Bro, iets gaat hier niet helemaal goed, bro. The fucking exorcist.
Zie je dit? Hij heeft een wapen. Wacht even. Ja, ik kom eraan. Wapen, waar? Deze guy waar, heeft een waar? Wapen. In zijn auto. Waar? Oké, ik zie die vrouw gewoon normaal, maar jij ziet hem liggen. Ja, haar liggen. Welke guy? Deze guy heeft een wapen in de achterkant van de auto. Kijk maar. Echt waar? Ja, kijk maar. Hierin. Wat doe je? Wat heb je gedaan? Ja, bro, ik dacht ik taser hem even. Hij heeft een wapen, bro. Hij is al in de boeien. Boeien? Ja, hij is al in de boeien. Waarom ga je weer police brutality? Ongelofelijke pannenkoek dat je bent. Bro, ik dacht ik taser hem even. Dan doet hij wel twee keer nadenken dat hij een fucking gun meeneemt in de auto. Het is geen Rotterdam-Zuid, dit. Nee, ja, hoe jij met de klant omgaat is in Rotterdam-Zuid. De klant? De klant? De burger bedoel ik. De klant. Ik bedoel de burger. Oh, wat in de bro 010 zie ik, bro? Oké, er is als goed is, zijn er meer auto's, maar ik moet even naar de garage. Hoe doe ik dat? Ik wacht hier wel, bro. In mijn politiepak. Kijk hem staan, hoor. Even kijken, hier zijn de gevangenissen. Je mag tegenwoordig niks meer, bro. Ik zweer het. Hier is het niet. Kijken waar de garage is. Oh, hier, garage. Kom ik hier in? Traffic stop. Wil je traffic stop doen? Nee, ik wil gewoon een nieuwe waggie, bro. Ja, ik ook. Ik weet niet hoe ik in de garage kom. Via binnen? Weet ik veel, bro. Kijk of ik hier een drankje uit kan halen. Ik heb dorst. Moet je met de auto inrijden? Oh, is dat het? Oh mijn god, wat ben je aan het doen? Kom snel zitten. Iemand rijdt rood. Snel, kom. Zit. Ja. Ik zit al. Ik probeer een beetje cola eruit te wurmen, bro. Ja, werkt niet. Daar, wie rijdt rood? Wie? Ja, verderop. Wat is dat voor kutcalls, bro? Met je deze verderop. Deze guy. Wie is deze? Mustang. Ah, oké. Okay. Hoor je dat? Ja. Aan de kant. Ja. Oh, hij is nu gestopt al. Oh, hij is nu al gestopt. Oké. Laat mij maar even. Ja, ga jij even praten met hem? Laat mij maar even heel rustig er naartoe lopen. Maar... Dan weet hij dat... Ja. Nou, ik wil niet generaliseren. This is Patrol 4561. I pulled you over taking care of the accident. Drove through a red light. Because I got distracted by your patrol car. Oh ja! Oh ja, je werd afgeleid door onze auto. Ja, natuurlijk. Bonnetje. Huppa, 2,50 €. Dag mevrouw. Dag. My lawyer will take care of it. Ja, is goed met je lawyer. Heel goed. Moet je zorgen dat je lawyer ook niet wordt order exit vehicle. Kom maar even eruit. Voor wat? Waarom? Ja, blijf mans doen. Wacht even. Dit moet gewoon afgeleerd worden. Ja, maar dat kan niet zomaar. Kijken. Interact. Zo, ik laat haar auto gewoon towen. Ze kijkt maar even hoe ze thuis komt. Kom, Ella. Maar je laat haar nu gewoon daar staan? Ah ja. Ze kijkt maar even, bro. Grote mond. Ik laat de auto gewoon wegslepen. Dus kijk maar even hoe ze thuis komen. Mevrouw, pak de bus maar of deze taxi. U kijkt maar even. Nou, ga maar. Oké. Dit wil lang. Ja, goed. Dag. Duidelijk. Wat een gezeik, jongen. Ja. Mans doen, hè, tegen mij. Nee, je hoort van mijn advocaat. Je advocaat? Wie is je advocaat? Moskowitz of zo? Hier komt die towtruck al. Ze is de lul. Ja, waar is die towtruck? Ja, daar rechts, links aan de overkant. Oh. Volgens mij moet ik via deze manier... Weer iemand die rood rijdt. Ja, ga maar. Maar ik zie niet wie. Oh, kut. Nee, gemist. Hoe kom ik hier in dan? Mans doet tegen agent, hou. Wordt je auto gewoon weggetakeld. Je kijkt maar even, bro. Oh, enter. I cannot enter the garage with a partner. Wil je eens uitstappen? Kom ik even mijn nieuwe waggie. Goed. Kijk, ga ik. Kom maar aan. Oh, probeer er onderdoor te glijden, lukt het niet, hoor. Zo. Waarom is het ineens zo fel? Kom vragen, je... politieagent. Waakzaam en dienstbaar. Wil je een bus? Bro, we moeten een bus hebben, bro. Fake taxi, bro. En een jeep. Bus en een jeep. Fake jeep. Kijk, we doen gewoon alles, dat we alles kunnen kiezen.
Ja, mijn koren, hoe is het? Schitterend, hè? Yo, Remy. Hoppakee. Tering! Kom er maar in, hoor. De bankbus, gast! Ja, kom er maar in, hoor. Ja. Ready. Find me a lady, man. Dat dacht ik. Traffic stop of niet? Nee, hè? Nee, saai. Oké, dan gaan we gewoon even politiewerk verrichten, man. Man kent zijn klassiekers. Decoy. Hoppakee. Twijfel niet aan mij, hoor. Ja, is die guy nou aan het zuipen? Wacht, stop. Hij rijdt rood, Ja? Ja. Ja, maar daar letten jullie opnieuw. Oké. Ja, hij is verstopt. De lul. Ik ben alweer uitgestapt. Ga ik. Ja, laat hem maar even weten wie de baas is. Mevrouw. Ja. Door rood, hè? Oh, colorblind glasses. We hebben een morgje in de building. Is ze kleurblind? Kleurenblind. Ach man, zei ik niet. Helaas. De politie zien 250 ballen. Dag. Ja, is goed. De bekeuring, mevrouw, die is trouwens wit. Dag. Kom maar. Zo. En door. Ja, en door. Goed. Goed. Die auto stond verkeerd geparkeerd, zag ik net, maar dat doen we even. Daar heb ik even geen tijd voor, bro. Ik ben geen kleine jongen, ik ben geen wijkagent, bro. Relax. Nee, dat is waar. Vangen. Zo, hoor je die motor van die bus? Ja, dit is een 5-cilinder, hoor ik gelijk, bro. Die heb ik ook. Niet normaal, joh. Ja, die ramt wel. Oh. Accident. Dan moeten we gaan. Ja. Ja, taxi, besluit even, bro, rechts links. Ja, zag je dat? Man, wat amateur, joh. Doe even op V. V. Veel intensiever, joh. Oh ja, zo, kijk nou. Kijk op zitten, houden. Twee handen aan het stuur. 10-2. Skrrt! Ik word hoerenmisselijk, bro. Kap. Ik ben wel lekker de E-team wel, bro. Ja, dit is toch vet? Dat is lang niet gek. Hoppakee. Love my Kelly. Tussendoor. Super lief. Ik rijd wel goed, hoor. Weg, hè? Ja, rem! Ja. Zo, keramische remschijfjes, of niet? Ja, dit is een hele goede rem, ja. Zo, zijn er. Zo, meneertjes. Iemand zegt de bekeuring is wit, maar je betaalt je blauw. Pet, wat is de hoogste bekeuring die jullie ooit hebben gekregen? Praat even met me. Oh man. Ja, Hunter, hey, dankjewel, broeder. Holy shit. Thank you, bro. 650, jezus, meneer, wat heb je gedaan, bro? Heb je over een agent heen gepist of zo? 650 euro? 5k? Nou, dat kan niet, man, 5k, dat kan niet. Tenzij je in Zwitserland bent geweest. 5k, dan heb je gewoon... Dan heb je gewoon de dochter van een agent mishandeld voor zijn neus of zo, 5k. Ja, dat kan niet anders. Even kijken, deze heeft geen verzekering, dus die geven gewoon meteen een ticket. 36 te hard binnen de bebouwde kom. 700 voor vandalisme. 688, hier ook iemand. Dan heb je ook sowieso gevandaliseerd. Eerder, hoor. Ik dacht dat ik normale mensen in mijn chat had. Nut? Wat is jouw hoogste route, cursus. Mijn hoogste is 3... Ja, wat is rood licht? 280? 350? Ja, 350. 350 heb ik ooit gepakt voor rood licht. Kutte. Ja, ik ook. I'm just collecting a sample to see. Ongeluk ook. Wat de fuck heb je aan? Ik ben politieagent. Gast, dat zie je toch? Yo, deze guy is TSC in zijn lichaam. Oké, laat me hem taseren. Nee. Hij moet gewoon even vastgehouden worden. Cannabis. 100 voor 20 kilometer hard in Duitsland. Zo, dan krijg je in Nederland, betaal je gewoon derde hypotheek aan. Ja, en dan mag je ook niet meer rijden voor 15 jaar of zo. Oh, wat heb ik hem zin om hem even te hoeken, bro. Wil je deze auto doorzoeken? Want ik heb zijn auto nog niet doorzocht. Misschien nee, ik zit er nog meer auto wel. Ik doorzoek wel even. Search vehicle. Oké. 9 jaar rijwijs, nog nooit een boete gehad. Kijk, de laars. Dat zijn ze. USB drive. Oké, kinderporno. Maakt niet uit. License and registration, please. Deze guy die vergat zijn richting aanwijzen, maar die voorste die is toch helemaal van de cannabis, dus ja. Even kijken, dit is goed. Waarom search ik niet de achterbank? Alles moet je searchen. Ja. Achterbank, voorbank en kofferbank. Voorbank. Hoe noem je dat? Zei ik dat, voorbank? Ja, is een voorbank. Oh. Daap. Is dat een woord?
Deze is dronken! Ja, ziek. Dus we hebben iemand die dronken is en iemand die gewoon stoned is achter het stuur. Allebei tegen elkaar opgeknald. Oh, wat die net zuipen, bro. Maar hoe krijg je dat voor elkaar, dat je dan elkaar... En hij heeft amfetamine heeft hij in zijn lichaam. Marihuana mag je... Deze heeft 0,25 ounce. Ja, dat mag bij hebben. Ja. Oké, dat mag. Oh, jij... Je hebt zo'n geluk, hè? Dat je 0,25 hebt, hè? Want ik zweer het, ik had je gestompt, hè? Tyfus, gozer. Met je tering grote voorover, hoor. Wie de fuck ben je? Don Kaaklijn of zo? Sukkel. Hij heeft ook... Sorry, bro. Ik liep even meeslepen. Kutspel. Ik moet hem ook voor een liability reason, moet ik hem... Heb deze gast al print gehad, of niet? Trouwens. Wat heeft hij gedaan? Moet deze arrest transport of nog? Nog niet. Eerst even zijn accident rapport. Oké. Okay. Daar zijn ze altijd heel blij mee, let maar op. Wow. Waarom heb je zo'n kutstem? Ik zou ervoor moeten taseren, maar Milan mag dat niet. Dus je hebt geluk. Ja, de voorste mag getoond worden en deze moet nog onderzocht worden. Ja, deze wordt ook opgehaald door de politie. Ja. Hij gaat even een nachtje in een celletje, okay. Ja? Samen met Brute Bartus. Hoor ik jullie afvragen, wie is Brute Bartus dan? Dat doet er niet toe. Kom je vanzelf al achter. Toadtruck. Ja. Maar ziet, wat ben jij aan het doen met je neppe teringsportwagen? Doorrijden! Fucking rigidiotuur. Weer een ongeluk! Wat de fuck gebeurt hier, bro? Een tweede ongeluk, gewoon voor onze neus. What the fuck? Oh mijn god, deze mevrouw is gewond. Boeit me. Ambulance, snel. Moet ze maar oppassen. Ja, ze was denk ik afgeleid door mijn bibs. Maar waarom is iedereen dronken in deze kutstad, bro? Oh, hier heb je al getoond. Iedereen staat ook vast nu. Bro, wat in de Rotterdam-Zuid, bro? Geef er even zo'n teddybeer uit de kofferbak. Je hebt gelijk. Traumabehandeling, wacht. Pak even zo'n teddybeer. Ja, als het goed is, hebben we geen teddyberen meer. Ja, tyfus, bro. Ja, ik kwam iemand tegen van het goede doel. Dus ik dacht, geef hem wel. Rood flare. Gaan we. Soms met Rotterdam-Zuid? Hoezo zou ik? Rood flare. Ja. Waar is die andere die dat ongeluk heeft gehad? Het is één auto ook gewoon. Wat een lawaai. Zet het uit, mevrouw. Irritant. Yo, wat is er aan de hand? Ja! Cobra 6! Cobra 6? Oh, die rood flam. Ja, die moet je op die rand gooien. Dan helemaal er rondomheen. Oh. Dus je moet alles blauw maken, zeg maar. Waar is zijn insurance? Ik had echt gehoopt dat dit klapte, chat. No lie. En nu? Moet ik doen dan? Ja, je moet het erop zeggen, die roodflares. Op dat lijntje. Ja. En dan helemaal dat lijntje vol. Ja, als groen. En dan op een gegeven moment is het klaar. Die sirene moet binnen nu in een paar seconden uit. Ja, dat is heel irritant inderdaad. Oh, die sirene moet echt rap uit, bro. Ja, maar hij kan niet wegrijden ofzo. Staat onze bus er misschien voor? Ah ja, nee. Hoe kan dat dan? Deze mevrouw heeft ook iets gezien, denk ik, ja. Oké. Maar deze persoon die zit al in de arrest. Let's go. Okay. Cancel backup. Hopelijk rijdt hij dan nu door. Ja, ik heb hem ook gecanceld. Ja. Heel ja. Goed. Man. Chat geregeld. Ja, het is heel irritant. Even kijken. Kan ik hem zelf meenemen? Nee, hè? Bijna. We moeten nog iets meer sterren en dan kunnen we hem zelf escorten. Dat is wel vet. Piet hem even neer. Poffer, jij bent ook gestoord. Kijk. Hij toont een auto door een andere auto heen. Nou, dit wordt een verzekeringsgevalletje. Wat daar links, ja. Is hij weer, hoor. Dank je wel, officer. Als het goed is, kan hij hem nu wel pakken.
Hé, hey, zij is... Wat de... Hey. Ja, ze is te drinken! Wow, what the fuck? Pak haar! The fuck ben je aan het doen, joh? Heel goed. Domme snol! Nou, die is hoeren dronken. Ja, die is hartstikke dronken. Wacht even. Alsjeblieft, kunnen jullie doorrijden. Ik moet u even verroeieren, mevrouw. Draai me even om. I need backup to take a subject into custody. Zullen we gewoon even hier wegrijden, voor weg van het lawaai? Wacht, ik heb drinking in public, hoor. Even een tikkertje. 300 ballen! Zo! Heel duur. Heel ja, extreem. Ja, moet je maar normaal doen. Jalla zit, lopen. Oké. Okay. Nou, we moeten hier echt weg, bro. Deze mensen kijken maar even. Shit. Van weg hier. Duur pilsje, hoor. Zo. Weet je welke van een pilsje, hoor? Tino Martin, hoor. Bij elk optreden ooit. Heb je dat wel eens gezien? Ja, daar heb ik wel eens al beelden van gezien, ja. Dat is tering grof. Die man staat toch altijd volledig nectar, bro? Hey, wil je deze aanhouden? Ja, natuurlijk. Voor wat? Deze heeft geen richtingaanwijzer gebruikt. Oh ja. Tino Martini, tering goed. Tino Martini wordt hij genoemd. Nou, Amaraan. Dit steekt ook weer door het dak heen. Wie zit er in die fucking... Nee, hij moet even parkeren eerst. Ja, wow. Hij is aan het zoeken naar een parkeerplek. Kijk, nu heeft hij een parkeerplek gevonden. Oh, zit Pieter Valley in die fucking auto's? Dat steekt door het dak in, joh. Ja, 2.10 meter of zo. Dat zie ik niet, maar... Nou, even kijken. Not using a signal turn. Ja, wat zegt ze? Wat zegt ze daarvan? Wat zegt ze daarover? Issue violation. Not using the signal. Ticket! 150? Ja, 150 ballen. Ja, sorry. Je moet je tegenrichting aanwijzer aan doen. Ik ben helemaal stuk met jullie. Maar... Weet je wat veel geld is? Ah, laat maar gaan. Doorrijden voordat ik kwaad word. Ik heb er nog nooit een boete voor gekregen. Zo. Zo, ik duw even jouw auto aan de kant. Ja, wat de fluk. De fucking Hulk, bro, ben ik. Kijk uit. Stap in. Ja, jongen, onderweg, jongen. Je wacht. Oké. Okay. Stap in. Ik ben al ingestapt, jongen. Okay. Ik ga weg bij die sirene, want ik word teringwoest. Ja, dat is heel kut. Man, oh, maar man, we moeten man. Er wel weer langs, want Fire we hebben een traffic stop. Oké. Okay. Ja, we moeten daarheen. We moeten even er langs. Oké. Okay. Heel erg buggy, man, dat arrestant ophalen. Ja, dat, ik kan ze beter gewoon doodschieten. Hoe vind je deze auto trouwens? Deze. Ja, we pakken die. Is ook wel vet, hè? Pakken die. Dat is Chat, ook een denken nieuwe. Jullie dat ik in real life een goede agent zou zijn, of niet? Kijk hoe cool. Deze is ook dik, hoor. Iedereen nee. Nee, ik denk het ook niet, man. Ik denk niet dat je heel erg... ik denk het ook niet, bro. Ik kom er niet tussen door. Oh, jawel. Kijk nou even uit, bro. Tering, dikke bak, hè? We kunnen ook mensen slepen met dat ding. Ja, ik zie het, ja. Zou dat werken, echt, hè? Oh, ik had daar rechts gemoeten. Kut. Politievlogger Jan Willem, hoor. Dan in mijn vrije tijd tering hard gaan rijden. Dat deed hij toch? Politievlogger Jan Willem? Die ging toch gisteren vrije tijd gewoon 800 of zo? Ja, klopt. Tering goed. Oh, bro, kijk uit, bro. Ja, 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 ja. Gaat goed. Gaat goed. Bro. Bro, kan hoezo kan iets, ik hier niet kan tussen? Iets, kijk nou. Bro. Kijk hoe weinig ruimte ze me geven. Bro, ik snap dat je in real life 60 kilo weegt, bro. Maar die auto is wel gewoon dik. Ongelooflijk. En nu, die mevrouw heeft zikke schade. Nou, rij maar door. Ook, ja, boeit. Boeien, taxibus. Jij bent Milan Knol, hè? Jij maakt wel weer een vlogje ervan. Boeit. Ja. Komt overal mee op mijn weg natuurlijk, tuurlijk. Niet dan, man. Oké, okay, hier moeten we stoppen. Ja, dat is... Oké, okay, we zijn gestopt. Oké, okay, oh, laat me een cola pakken voordat ik echt woest word. Okay, we zijn gestopt. Fuck. Tering. Kan jij iets, bro? Wacht. I'm at the traffic stop now. Shit. Shit. Zo, ik rijd tegen jou aan en je bent een blok steen. Hey, je bent echt een bloksteen. Damn, hé. Oh, ik heb hem. Ja, ik heb hem. Kijk, kijk, kijk.
dat been. Ja, kijk, kijk, kijk. Dat beentje. Bro, what the fuck ben je aan het doen? Kijk jouw been, kijk. Oh, wat is dit, bro? Wat in de Timor Steffen zie ik? Ik ben hier van de Gregorio, kijk dit. Ja, heel cool dit. Ik ben het ontdekt. Vond ik wel cool. Bro, kijk die auto, bro. Jezus. Ja, kleine geitje. Goed. Deze mevrouw had iets met schade, dus sorry. Anders kunnen we de traffic stop niet meer doen. ID check and give accident. Brighton's Police Department. We'll take care of this accident. We hebben een ongeluk. Wil je daarheen? It's okay, officer. I'm not hurt. Kan je eerst niet even Carglass bellen? Ja, misschien wel een goed punt. Kan die eruit, bro? Ja, sure, officer. Wat een mooie auto. Je hebt die hele bak vernacheld gewoon. Lekker woord ook, vernacheld. Here is your accident report. Please file your case at the nearest precinct. Daar heb je met een lekker wijf te horen, hè? The process will be handled by Brighton Police Department. Are you serious, officer? This report is useless. Flypert? Wat is er aan de hand? Wat heb ik gedaan? Zou je met een lekker wijf willen, hè? Ik was even haar nummer aan het vragen, maar ze zegt dat ik useless ben. Ja. Maak wel een foto van de reet dan. Kan ik het thuis weer rondhouden. Zo. Goed. Ik heb een foto te maken van de reet. Oh, ik ook. Ze moet even doorrijden, want dan kunnen wij die traffic stop doen. Oh, maak jij dat? Nou, dan maak er ook nog wel eentje dan. Zo. Misschien ook even van voor. Ik vind het toch niet erg. Mevrouw, blijf vooral lachen. Oh, wacht. Zo, jij zit zo dicht op. Kijk nou. Kijk nou. Mevrouw. Zo, draai nog een keer naar mij, mevrouw. Ja, dit is perfect. Ah, wat chillen. Kan echt niet. Oké. We zijn niet seksistisch, we zijn gewoon sick kinderachtig, chat. Dat is waar het op neerkomt. Deze guy moet stoppen. Ja, dat moet hij zeker. Ja. Hij rijdt me zo wat van mijn flikker, joh. Gek. Hij rijdt me zo wat van mijn flikker. Oké, laten we wat auto's doorrijden, denk ik. Oh nee, deze moet ook stoppen. Wil jij deze doen? Ja. Oké. Kut. Ga ik met deze praten? Kan jij met die Jeep praten? Nou. Oké, hallo meneer en mevrouw non-binair. Traffic stop. You're required to cooperate with a routine check. Is anything wrong, officer? Show me your ID and proof of insurance if available, please. Here you go, officer. Don 31 maakt misbruik van zijn machtspositie op Twitch. shit, man. Is het ding verlopen? Ja, man. Thanks, man, Gio. Deze verzekering is verlopen van deze gast. Even kijken, mevrouw. En hij is nerveus. Deze chick heeft een gun permit. Charlotte. I have to fine you for not having valid insurance. Oh, come on. Come on. That's so much money. Ja, nou in. Oké, okay, hij moet even eruit. Kom even eruit. Dit is een grote bek. Kom eens even eruit. Ja. Hoe is het daar? Ja, wel goed. Oh, hi. Van welke vraag ze uitstapt, kan ik even fouilleren? Je mag niet zomaar fouilleren. Alleen als ze een melding krijgen, bijvoorbeeld dat ze nerveus zijn of rode ogen hebben of dat soort dingen. Ik maak elke chick nerveus, hoor. Oké. Okay. Let me pat you down, in case you're carrying something illegal. Je mag wel frisken. Love naar jou, man. Ik kijk al naar je sinds je begon. Hard. Yo, 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 Sam Polman. Dankjewel voor je donatie. Love naar jou ook, man. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het er zijn. Thanks, man. Ik waardeer het. Thank you very much. All clear. Free to go. Please cooperate peacefully while I take a sample to check if you're drunk. Zo, die blaast, jongen. Die ging. Is hij dronken? Nee. Er is geen piloot op pad, Mark. Ik ben hepperspreider. Sorry, dit is doodzie. Oh nee, we gaan subs af, bro. Fuck. We hebben de foto's nog, chat. Oké, deze is klaar. All clear. You're free to go. Stay safe and have a great day. Lekker bezig, zeker. Insurance status invalid. Fuck. Terugkomen. Oh ja, ik moet op C drukken inderdaad, ja.
Kut, ik heb er al laten gaan en nu kan ik er niet meer aanhouden. Huh? Wat is er gebeurd dan? Hoe doe ik dit bord? Bord. 6. Ja, fuck! Ah, kut! Wat heb je gedaan? Ja, de resistation was invalid. Toen kwam ik pas achter toen ik had weggestuurd, man. Ja, kut, sorry. Je moet inderdaad op C drukken dan. En dan zie je de hele geschiedenis van de mens. Waarom heb jij een flashlight in je handen? Ja, dat is een bord. Nee, in je andere hand. Oh, telefoon heb jij in je hand. Ja. Je hebt een telefoon in je hand, lijkt wel. Maar misschien vanavond wat doen met een chick. Dit zooitje rijdt niet door. Nee, dus misschien dat kunnen wij... Reverse kunnen we misschien gebruiken. Wat al deze mensen te doen, joh, hier? Kijk. Dit is goed. Ja, dit is goed. En dan... Move. Kom maar. Rij dan. Ja, kijk. En dan doet ze dit. Zo beperkt. Mevrouw, kunt u iets? Zo, die reed veel te hard, die auto. Schrok, man. Er staat letterlijk DOI checkpoint, je moet ze testen. Ja, maar niet iedereen. Ja, nee, je mag niet iedereen testen, nee. Hey, pull over your vehicle. I want to talk with you. Waarom doet deze zo raar? Oh, mijn auto staat hier. Wacht, mijn auto moet hier even weg. Mevrouw, bent u beperkt of nog? Hey, pull over your vehicle. Ja, het loopt hier een beetje vast, omdat mijn auto hier nog staat. Hey, oké, zo. Zo kan het weer. Kijk, nu gaat het weer lopen. Ja, kijk, dit fixte het. Of niet? Fixte het? Die vrouw in die witte auto, die snapt helemaal niks, bro. Die heeft zo'n ernst Bobby in de rest brein. Oké, okay, wacht. Misschien kan deze dan iets naar achter. Reverse. Ja. Reverse. Wat een staafje in de neus. Deze vrouw krijgt een hele infuus nagelijk eraan, bro. Ze snapt niks. Hey, pull over your vehicle. I want to talk with you. Oké, heb jij nou... wat heb je nou gedaan? Bro, die chick in die witte Honda, die snapt gereed, bro. Ze gaan allemaal niet meer bewegen. Alles loopt weer vast ook. Ah, verdomme. Hey, en nu? Ja, zeg het maar. Iedereen loopt vast door twee auto's. Zo irritant. Oh, ik heb een idee. Ja. Ja, ik heb een fucking goed idee, gast. Deze? Nee. Ander idee. Je gaat er gewoon wegslepen of nog? Tuurlijk. Ben je gek of zo? Wat denkt zij? Ze speelt letterlijk... Hey! Bro. What the f... Bro. Bro. Hoe? Bro. Wat doe je? Wat heeft die... Hoe dan? Hoe staat mijn auto ineens zo? Bro, je kijkt toch eerst naar links voordat je oversteekt, daap? Nee, ik ben een politieagent. Ik hoef me niet te houden aan de wet, vind ik. Nou, ik maak alweer foto's hiervan. Sorry mevrouw, spijt me. Wacht, ik maak ook even een foto van jou. Nu ik toch bezig ben. Ook even hiervan. Ja, bedankt. Oké, die is voor thuis. Hoe heb jij die auto ook geparkeerd, bro? Ja, dat heeft zij dus gedaan. Kijk dan. Oh, dit is perfect. Goeie move. Ja, bedankt. My apologies. Our police department and the insurance will handle everything. Okay, it's bad. Fortunately, no one was hurt. Would you please show me your driver's license and registration? That's bad, man. Okay, officer. There you go. Nilan legt nog een keer in Nederland uit wat een boogie is. Een bougie. Here is your accident report. Ja, leg even uit wat een bougie is. Dat is een police department. Die maakt vonken voor de motor. We are finished here. You're free to go. Denk ik. Have a nice day and take care. Oké, kun je alsjeblieft doorrijden dan nu? Goed, hoe ga ik ooit weer rijden? Hoe ga ik dit doen? Ik zit nu vast in een paal. Ah, kijk. Kutzooi. Oh, ze stapt nu. Nu kan u ineens uitstappen. Nou, bro, ik ben er zo klaar mee. Toon dit wijf maar weg. Ja. Ik wil het niet begrijpen. Met de Journey Kaagman back hier, nul emotie. Denk je dat dit een horrorfilm is? Moet je nou kijken, joh. Kijk wat voor enge bek dit mokkel heeft. Nou, deze auto is weggeteleporteerd. Is hij weg? Ja, geteleporteerd. Oh, top. Nou, misschien werkt het nu dan. Gek, hoor.
Deze krijg ik namelijk niet weg. Zie? Die kan ik niet aan de kant krijgen. Wow, ik krijg echt te weinig betaald houden bij de politie hiervoor. Oké, die gaat ook niet aan de kant. Wat is dit voor chaos hier? Wij willen gewoon spelen, maar niemand rijdt door. Zo! Dit is grof. Dit was tering grof. Wat de fuck deed je eigenlijk? En nu zijn ineens weer daar. Mag ik een vraagtekens in de chat? Want ik snap ook niks. Fuck, is er serieus gebeurd, bro? Waar heb je naar gekeken? Ik stunte. Bro, what the fuck? En toen ging ik naar mijn loading screen. Ik weet het niet, bro. Ik wil haar aan de kant krijgen, maar dat fucking mens gaat niet aan de kant. Zo irritant. Het is echt irritant. Niemand gaat aan de kant. Zullen we maar gaan dan? Dit gewoon even laten voor wat het is? Hé? Hey? Ja. Hou je fucking back, bro. Want ik ben niet in de fucking mood. Met je boyband looking ass. Met die tering lelijke fans van je. Nee, we zijn niet in de mood, jongeman. Hello, officer. Shut the fuck up. Kijk, zit. Oké, mooi. We gaan weer verder. Want dit sloeg helemaal nergens op. Kijk nou uit. Ja, ik bocht. Je bocht? Je bent fucking reckless, bro. We halen gewoon even een nieuwe auto. Oh. Nou, doe die ook maar niet. Teringbo, het hele wagenpark van de politie naar de verjanken binnen. Ja, hier staat er nog één. Ja, laat mij maar rijden. Eruit. Oké, okay, ja, sorry. Eruit. Sorry. Laat mij maar rijden, maat. Ja. Wat een amateur, die knol. Ik hou van hem, hè, maar godverdorie. Nou. Goed. Want het is zo moeilijk, hè, rijden. Kijk nou, het is toch niet moeilijk, bro. Kijk, waar moeten we heen? Oké, radargun. Kan ik een radargun gebruiken? Nee. Ik kan wel scannen. Oh, hier, ongeluk. Stop. Bro. Over. Ik heb er gestopt. Hè? Hoezo heb je geen deuk erin? Nou, omdat ik... Jezus, wat liggen we hier te doen, jongens? Is dit een Extinction Rebellion demonstratie of zo? Waarom zitten er 3 man voor een taxi hier? Even opstaan. Het kan nooit dat jullie alle 3 aangereden zijn en precies in dezelfde feutushouding zitten. Wat een kutzooi. Ik vlog het. Voor de Facebook van Extinction. Yo, what up kijkers. Welkom bij deze nieuwe vlog. We zijn hier op de A12 bij Extinction Rebellion. Die hier zitten voor het milieu. En zoals jullie zien hier bij de auto hierachter, gaat het niet heel goed met het milieu. What the fuck is er met jouw auto, bro? Even lullen met hem. Je kan hem aanhouden, inderdaad. Kijk dan, bro. Het lijkt wel zo'n clubshow van Ronnie Flex of zo. Met die rookgordijnen. Van Hans Kazan. Van Hans Klok. Ik kan niet met hem lullen, bro. Zo niet. Ja, je moet hem even een soort handgebaren moet je hem geven van stop, man. Hoe doe ik dat? Ja, hoe doe je dat? Tap ingedrukt houden. Zit ook nog hier iets aan de hand? Nee, je staat daar gewoon. Oké. Okay. Ik kan niet met hem lullen. Doe dat raampje naar beneden. Oh, wacht. Ik kan met de auto hem wel even laten stoppen. Dan rijd ik wel even achter. Nou, Sylvana Simons wil er even langzaam even iemand helpen daar, top. Kijk, doe ik wel even zo. Ja, schiet op. Ik pak ook weer van alles in mijn hand, bro. Alles gaat fout. Ja! Ja! Mannetje. Oh ja. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed, bro. Wat is er dan? Accident apology moet ik hem geven. Oh, omdat ik hem per ongeluk tegen hem aan heb gereden, denk ik. Tegen zijn auto. Maar hij stapte wel uit. Here you go, officer. Goofy ass. Dit is wel een groot ongeluk trouwens, dit, bro. Het is echt een groot ongeluk. Heb jij nou een rapport gegeven zonder dat je iets hebt getekend? Oké, we moeten met mensen praten, man. Goed, neef. Dat heb je gedaan.
Show me your license and car insurance, please. Okay, officer. Oh, weer een accident. Gaan we daarheen? Oh. Ja, en dit, deze accident dan? Ja, nee, doen we niet. Oké, wat heeft zij? Oh, man. Invalid, invalid. Politieagent zijn is zo kut, bro. Hij heeft gebloot. Deze tyfus, tyfuslaaier. Heeft hij gebloot? Hij heeft gebloot, bro. En als je ook nog gedronken hebt, dan schiet ik hem. Naar geluk. Alright. I'm just collecting a sample to check if you've had. Laat daar even zuigen aan dat ding. Wanneer blazen bedoel ik, sorry. Niks. Stop even. Jezus man, even relax. Ja, hij doet alles uit. De hele stad staat in vuur en vlam, joh. Bro. Ja, ik weet het ook niet. De hele stad. Even fouilleren met je lelijke broek. Kom hier. Deze heeft. Oh, deze mevrouw heeft wiet gehad. Oh, oh kut, waarom doe ik nou nog een test? Blazenkring. Ja. Shit, even kijken. Shit. Ik heb nog maar één handboei. Nou, kan dat nog voor mij lenen? No, don't. Wiet. Hey bro, je mag echt zelf weten wat je wiet doet, hè? Maar even niet met mij erbij zo. I will proceed with the search. Please cooperate. Even lekker mijn handjes even bij de. Ja, dat hebben we hier. Heb je allemaal gefouilleerd of niet? Ja. Zij heeft een komkommer in haar zak. Wat zeggen wij hiervan? Een komkommer? Ja, zij heeft een komkommer in haar zak. Freaky as hell! Laat maar even met de lullen. Waar staat ze? Hier, bij mij. Hier. Ja, ik weet het ook komkommer. Niet zo goed wat ik daarvan vind. Staat niet bij hoe groot hij is. Moet maar nog maar even kijken. Yo, a big catch. Dankjewel. Ze heeft ook nog een pot vaseline bij zich. Dankjewel voor de euro. Nee, ze heeft plastic dingen bij haar, volgens mij. Wat een gigantische Joop heeft dit mokkel. Ja, ik wil het niet te seksistisch maken deze stream, maar godverdorie zeg. Insane. Wat een meloenen. Ah joh, dat valt wel mee. Ja. I found an illegal item. Ik heb iets gevonden. Je moet haar nog een... Nee, je moet haar nog niet vragen. Ze heeft 0,5 ons marihuana hier. En ze heeft, ze heeft ook 0,75 op zak. Dus ze heeft meer dan een ons. Oké. Okay. Oh, wat doe jij hier nou, mevrouw? Narcotics. Possession of cannabis. Ja. En dan liability, hè? Ik heb no idea what happened. I'd like to see your driver's license and car insurance, please. Yes, officer. Ja, het is wat. There you go. Even kijken wat is hier. Deze man heeft goeie. Is ook goeie. Seems okay. Ook goeie. Prima. Doet wel heel lief tegen mij, maar ze gaat gewoon mee. I'm just taking a sample to see if you've been drinking and driving. The closest available unit was... Ze zijn bijna klaar met het accident rapport. Wout Overbeek. Kijk eens even, uit het niets komt Wout Overbeek met de €2,50. Dankjewel vriend, dankjewel Wout. Ik dacht je ook even laten towen. Wordt gewaardeerd gast, dankjewel. Ga maar op. Oké, okay, deze guy is oké. Okay. Maar heb jij... Jij hebt iemand al laten ophalen zonder een accident rapport te geven, toch? Hé, hey, ik heb een accident rapport gegeven. Maar hij is nog niet helemaal vol, ik weet niet waarom. Moet foto's maken. Ja, hier nog twee. De hele auto moet er nog gefotografeerd worden, Lambo. Welke auto? Hier achter. Nee joh, zo gedaan. Kijk dat balkie. Nog eentje. Er is ergens nog één foto die gemaakt moet worden. Mag ik een dickpic erbij sturen? Maar misschien van deze weg, van dit slipspoor. Nee, ook niet. Kijk, die snol wordt opgehaald. Kijk dit. Do I have to, zegt hij. Dat is je tweelingbroer, joh. Die lijkt op jou. Ja, dat is mijn neef. Als het je neef is, dan is... Goed. Ja, we zijn beide geboren op Urk. We hebben dezelfde vader. Ja, dat is één pot nat daar, ja. En dat is ook mijn oom. Oké, deze heb je al getootdrukt. Deze moet even getootdrukt. Ja, ik geef hem wel een extra rapport, dan is het allemaal minder.
Jammer dan. Oh, hier deed het. Ah. Had je gevonden? Ja, hier waren nog handsporen. Oh shit. Sorry man. We're done. You can leave now. Ik heb ondertussen al genoeg van de politie. Ik kom thuis van mijn werk, gelijk twee boetes in de bus. Nee man, Jelle. Dat wordt geen suppie volgende maand, of wel? Fuck. Goed, we kunnen gaan. Ja. Rij jij maar, want ik kan er niks van, blijkbaar. Nee, dat hebben we gezien. Ik rij wel. Maar ik kan er niet in, denk ik. Nee, te dicht bij de muur. Ja, nu wel. Oh, wat? Oh, het is verdomme, man. Ik heb ook geen achteruitrijkamer op dit goedkope pleurisding. Zo. Oké. Ik kan in de auto zitten en dan kan ik scannen voor me. Bijvoorbeeld deze auto. En dan kan ik hier checken. Hilarisch. ID status expired. Shift is over. Shift is over. Fuck man, wat een lange dag joh. Ja, een lange dag. Mijne goeie. Hilarisch! Zegt Elias de Putter. Dankjewel voor de 5 euro. Nee, ik krijg een donor die dat zegt. Hilarisch. Hey, dankjewel Elias de Putter. Voor de 5. En Shima Kaede? Kade? Weet ik veel. Shima. Thanks, Shima. Thanks voor alle content trouwens. Altijd leuk. Dankjewel, Shima. Dankjewel. Ik doe mijn best. Doe maar wat, bedoel ik. Ik doe maar wat. Je rijdt nu verkeerd. Oké, je moet hier links. Ja. En dan? En dan... Joey, welkom. Chat heet hem even welkom. Daar rechts. Aan je rechterhand. Oh, hier. Kijk dan. Zo, goed. Is hier het politie? Zo, bro. Dat was een undercover auto. Dat was mijn auto om mee naar huis te gaan. Kut, hè, bro. Verdomme, man. Bro. Dit was mijn auto. Carglass repareert. Carglass hervangt. Hervangt? Someone just greeted you. Dan moet hij nog een keer doen, bro. Schiet ik hem dood. Oké, waar moeten we heen? Even kijken of deze guy... Thanks voor alle content trouwens. Altijd leuk. Vervangt? Dus niet hervangt. Vervangt. Ja, dat is vervangt, bro. Maar maakt niet uit. Chat, goed. Echt, hou je back. Oké, gaan we heen. We moeten naar binnen. Zo, deze spoor aan het kijken. Ik ben binnen. Waar is mijn computer ook weer? Heb jij ook die tips allemaal aan? Volgens mij niet, hè? Jij moet denk ik even op settings en naar... Oh jee, dat moet je even doen, nee. Wil je even naar escape gaan? En dan... Ja. Oh, en dan escape. Oh nee, ik ben nu al klaar. Laat maar. Heeft geen nut. Of kan het nog wel, escape. En dan settings en dan game. Main menu moet ik daar naartoe. Ja, nee, laat maar dan. Game, ja, en dan? Settings, game en dan gameplay casual mode on. Maar dat moet je zo meteen even doen, denk ik. Oké, ons rapport. Hoe we het hebben gedaan. Fantastisch. 26 november. Zo, we hebben tegen veel gedaan, bro. Krijg ik opslag of wat? We hebben het wel goed gedaan, ja. Maar nog niet Kijk genoeg. Kijk dit, bro. Nog niet genoeg. Yo, Verlee, hoe is het? Thanks, bro. Stond al aan, toch? Die casual mode. Ja, had je die al aan? Boven. Dat weet ik niet. Ja, dat zou mooi zijn. Hey, hoe vind je dat... gewoon even een shift doen. Jij ene kant op, ik andere kant. Dubbele punten. Ja, daarvan? Ik ga wel even alleen. Dat lijkt mij een goed plan. Motor, staat al aan. Want we zijn bijna bij een nieuwe ster. Ik ga deze auto... Wat is met mijn brightness gebeurd? Wacht even, volgens mij heb ik per ongeluk iets gedaan. Ja, dat kan ook de game zijn. Ah. Oh ja, we good. Kijken. Ik ga even heel lelijk doen. Allemaal parkeerboetes uitbetalen. Uit dingen ze. Ja, is goed. Ik Report speeders krijgen we bonuspunten trouwens. Ja, ik ga dat wel doen. Ja, misschien ga ik dat ook wel even doen hier op die brug. Ja. Maar goeie. Kijken, deze ik ben onderweg. Is ook goed. Is ook goed. Ik ga nu daarheen. Waarheen? Waar ga je heen? Hallo? Waar ben je heen? Ik ga nu daarheen. Hij is weg. Waarheen ben je? Don, waar ga je heen? Collega! Hey! Oh, deze persoon die groet mij. Moet ik even teruggroeten.
Hey there. Hallo, citizen. Waar ga je heen? Kaak. Hij is weg. Helemaal nergens heen. Oh, deze is over datum volgens mij. Ja. Yo. Yo, waar ging je heen? Oh, ik moest even mijn bordje wegzetten, anders klapt Joël en Denise mijn tyfies eruit, bro. Je tyfies? Liberian die vraagt, hoe is er... Wacht even. Die vraagt, hoe is een NL-streamer in de top 100 meest gesubte channels? Vind ik een goede vraag. Ben je in de top 100? Ja, bro. Ja, dat is van een de wereld. Ja, yeah, man. Dat betekent heel veel. Ja, bro, ik ben ook hoeren trots, bro. Ik heb al 3 uur kippenvel, dude. Die achterlijke community die mij kijkt, man. Nee, je hebt kippenvel omdat je daar de verwarming laag houdt om de kosten te besparen. Wat? Mevrouw, ga er niet vandoor! Hé! Hey! Ja, mag ik nog even 1 keer bizarre muur van liefde in de chat? Kom allemaal een feitje lurk voor de beste community van Nederland, man. Laat die man die nu net de stream is gejoind, laat hem even zien wat de fuck is goed, man. Smel alcohol. Ja, man, ik hou nu iemand aan voor alcohol ook. I'm going to search you. Oh ja. Ik heb mijn vrouw komt erbij vier. Ik heb mijn vrouw gevonden en die gooide wat op de grond. Ik test haar nu en nu ruik ik alcohol. Je ruikt alcohol. Ze heeft een ninja star bij de. Wat mag dat? I'd like to see nee, dat is een wapen, gast. Is dat een wapen? Is dat niet zo'n fidget ding? Bro, een ninja star kun je rustig iemand mee doodgooien, bro. Wat hoor ik? De ID is ook expired. Oké. Okay. Ja. I'm issuing you a ticket for your expired ID. That should cost between $75 and $150. I didn't expect it to be that expensive. Ja, boeien. This is heel really sad. Kale vals. Oh. Die knows it. Nee, Ninja Star is volgens mij niet nee, dat is niet dingense. Nee. You're good to go. Bye. Dino. Dat komt allemaal weer goed, bro. Heb ik dit goed gedaan? Ja, dat heb ik goed gedaan. Oké. Okay. Oké, wat was ook alweer de radar gun? De radar gun? Oh ja. 1. Ja, ik heb hem. Maar ik druk even op tab, dat kan ook natuurlijk. Was ik even vergeten. Ik ben even een beetje rond aan het rijden de mini. Oh, hé, hey, ja, ik zie iemand daar, die gaat veel te hard. Blauw-witte auto. Oh, dat ben ik. Dat ben ik, domme lul. Oh. Hij ging wel meteen remmen toen ik het zei ook. That person just jaywalked? Wat denkt hij wel niet? Is ook een... Ja, ik zie het. Wacht. Die daar rechts, onder ja, jou? Deze hier. Ja. Zo! Blijven. Pak hem! Stop! Pak hem! Rennen! Ren! Ja, hij houdt de handen omhoog. Niet schieten, niet schieten. Dit gaat goed. Doe jij de rest? Ja, moet ik hem pakken? Doe het. Kom maar aan, ik ben een beetje... Iemand in mijn chat zegt Joelle die nu ergens midden in het huis stilstaat. Hé, hey, kappen man. Je moet niet grappiger worden als ik, bro. Oh, misschien moet jij het doen. Misschien moet jij het doen. Jaywalking, bro. Ja, ticket. Zie. 20 ballen. Met die rommel. Ja, boeit me. Moet je maar niet jaywalken. Oh, dat is echt dom dat je niet genoeg geld daarvoor hebt. Hoe heb je geen 20 ballen, joh? Brokie! Hier wel een goede kapper. Wow, man, dat was helemaal verjankt, bro. Ja. Ja, te hard. Ja, Boris, dankjewel, vriend. Thank you so much. Hoe is het? Kika subs? Ja, man, raam. Wat ga ik je zeggen, bro? Ah, ik ben zo weer terug, ja? Kijk, al rij je dat ding. Zo goed. Maar dat ding skuurt heavy, bro. Ja, dat is niet normaal. Is dat ook... Oh, mijn god. Bro... Niet nog. Oh, niet nog. Hey. 2 tegelijk. Ja, maar dit is een dating show.
Kijk, we stellen ze aan elkaar voor, kom. Dit is geen... Ik moet eerst foto's maken. Oh. My apologies for the accident. The damage will be covered by the police department's insurance. Ongelooflijk. I don't blame you, officer. You are on duty to protect our beloved city. Zie, hij vindt het niet eens erg. Bro, zij is echt aardig. Als een politieagent mijn RSQ Drizzle aantikt, bro. My apologies for the accident. The damage will be covered by... Heb je haar een report gegeven? No worries, officer. Nee. Nee, oké. Okay. Dat is wel jammer, want ik had net allemaal foto's gemaakt, maar goed. Oké. Nou, ik wil dus niet... Dit is waarom ik niet met jou samen wilde, snap je? Oh, daarom wilde ik even een dagje alleen. Ja. Gewoon even één dagje. Niet de hele tijd, gewoon even één dag. Lullig. 22 februari, jij krijgt een bon. Lekker voor je. Oh, het is geen pilotenpak, bro. Ik ben een fucking officer in duty. Hoe kun je dat spelen als Nederlandse politie? Nou, wij zijn een voorbeeld voor de Nederlandse politie. Ze moeten opletten. Als het goed is er ook nu een politieagent. Die had ik even gevraagd of hij wilde aantekeningen wilde maken van hoe zij het zelf kunnen doen op straat. Even kijken. 23. Oh, je ziet eruit als een Muppet. What the fuck? Parkeerboete, daar ga je. Je ziel weer verkocht niet eens, bro. Dat pak je te... Oh, waarom rijdt hier niemand? Oh, je teringbek. Oh, sorry. Zo, ik heb Michael Jackson gevonden, dude. Pintje! The ballover! She's just a girl! The bit not in a war! Heck, the new is not my son! De radio staat nog aan, hè? Ja. Heb je een propeller op je nek? Maar als ik deze drie keer rondspin, bro, ga ik naar Mars. Oké. Die gaat goed. Die gaat goed. Ze rijden hier helemaal niet te hard, man. Waar ik net was top. Daar rijden ze heel hard. Oh! Don, heb je een auto of niet? Ja. Kom snel hierheen. Bro, oké, kom. Je kan iemand aanhouden die rijdt. Ik ben naar mijn auto aan het sprinten. Oké, ik zeg even tegen haar dat ze moet stoppen. Waar ben jij? Wait. Ik kom eraan, bro. Ja, kom je eraan? Deze kan je namelijk aanhouden en ik weet ook waarom. Een hele goede reden. Je rijdt nu pas, zie ik, maar goed. Ja, bro, tweede rechts. Doe, bro. Tweede rechts. Tweede rechts. Dat is de eerste. Maakt niet uit. Mag ook. Nu rechts. Ja, neem de binnenbocht maar. Ik zie dat allemaal op het mappie. Ja, rechts, heel goed. En dan links. Ik heb van die nare tiefele bandjes onder zitten, bro. Het schofspel. Ik heb echt fucking veel grip. Haak. Nice. En dan moet je even aan de andere kant komen. Zo kijken. En dan moet je achter deze auto even gaan staan. Hier tussen. Ja, niet tegen hem aanrijden, want dan moet je weer een rapport maken. Kijk, dan moeten we weer dit doen. Oh, en nu? Fucking pannenkoek. Ja, ik kan hem toch naar voren laten gaan. Ja. Zo, je hebt ook veel schade. Oké, gaan we even met hem praten. Sorry, onze excuses. Nu moet je R drukken. Ja, zegt hij nu van dat die auto aan de kant gaat of niet? Nee. Oké, dan moet je even 1 seconde wachten. Want weet je waarom we deze persoon gaan aanhouden? Nou? Wat gok je zo op het eerste gezicht? Kuthoer. Fout, helaas. Fout, fout. Wel een goede inschatting van de mens, maar fout. Oké, ik moet even deze man even een fijne dag wensen. Prima. Oké, deze persoon... Ik heb een beetje het idee dat ik het laatste half uur vrouwenvriendelijk ben overgekomen. Nou. Dit is puur
voor entertainment purposes. Zo ben ik in het echt niet. Oké, okay, daar gaat hij. Dus vrouwen, love. Draai achter hem aan, draai achter hem aan. Ja, R. R. Ja, goed. Als nou... Als hij remt, moet jij ook remmen. Bo, die hij gaat vol op zijn rem. Ja, dat is logisch, want je vroeg of je wilde stoppen. Ja, ik kon niet meer remmen. Ik dacht, hij parkeert hem toch even naar links. Nou, dat doet hij dus niet. Oh, come on. En nu? Ja, nu moeten we hem voor twee dingen aanhouden. Eerst onze excuses aanbieden. I apologize for the accident. You don't need to worry about anything. The insurance will cover. Hij breektest me. More shaken than hurt. More shaken than hurt. Weet je waarom we hem moesten vasthouden of aanhouden? Heel Hendrik doet de 500 bits, je zegt zijn fout. Here you go. En weet je waarom we hem moesten aanhouden? Nou? Omdat hij lawaai maakt met zijn motor. Oh. Misschien kan je dat nog een keer doen. Thank you. We're done. You can leave now. Have a good day. Oké. Sorry. Ik wacht tot hij instapt. Ja. Boeit.me/PawPatrol. Oh, die kan niet meer instappen, want die kan niet meer rijden. Dus die moeten we towen. I have a car here that needs towing. Please send a... Bedankt, hè? Heel goed. Je doet het alweer alleen. Hopeloos dit. Even kijken, waar ga ik heen? Goed. Ja, we hebben een mod, Jens, voor deze game. Om de Nederlandse politie en zo en geluiden en weet ik het allemaal. Oh, hier staat een auto op de stoep gewoon. Wow, wat is dit voor een rare guy? Dat gaan we niet doen, gast. Bro, doe eens een browser open. Special parking zone. Hey. Doe eens een browser open. Ja. Op stream. Ja. Ga eens naar boeit.me. Oké. Even kijken, browser. www.boeit.me / PawPatrol. P-A-W. Boeit.me/PawPatrol. Ja, P-A-W. En dan patrol. Dat doe ik en er staat not found. Wat? PawPatrol? Ja. Oh, ik heb hem wel. Het was zonder www. Wat is dit, joh? Waar kijk ik naar? Ja, vertel mij het, bro. Oh, dit ben jij? Zo! Richard, wat een timing. 22 ballen, shout out Richard. Ja, precies dat, gasten. Wat, ja, dit is wel, zeg maar, als je dan vragen van... Welke guy heeft 10.000 subs in de top 100 op Twitch en ze laten dan dit zien? Dat is triest, bro. Maar dan valt wel alles op zijn plek, zeg maar. Ja, nogal. Ja. Ik schrik hier niet van. Nee, hè? Nee. Ik ook niet. Ik vind het wel weer terug. Ik vind het wel een beetje zielig. Dat wel, ja. Ik mag hopen dat de NOS mij een keer gaat interviewen over mijn achterlijke succes op Twitch. Nooit dat ze een keer, dat het jeugdjournaal een keer bij mij langskomt. Gaan ze wel bij Serpent zitten omdat hij een subathon doet? Who gives a fuck? Maar ik heb 10k subs en... hoe heb je 10k subs? Aan mezelf gedoneerd, bro. Witwaspraktijken. Dat heet... marketing heet dat. En dan moet je zelf moet je benaderen. Oh ja. Wie kan er even het jeugdjournaal mailen voor mij? Wist je trouwens, dat is net zoals met die artiesten, weet je wel, die dan zo'n plaat in een plaat hebben. Dat ze dan zeggen van, ik heb een gouden plaat. Maar die hebben ze zelf moeten kopen en zelf moeten aanvragen. Anders krijg je dat niet. Want ik heb ook al, ik geloof dat ik al 2 platina en 3 gouden platen heb. Maar ik heb ze nooit aangevraagd, want ik ga niet een paar duizend euro dokken voor zo'n domme plaat. Crazy hoe je zeg maar gewoon een casual gesprek met me aan het houden bent. En dan zeg maar in dat gesprek weet je zeg maar random ineens te flexen. Maar niemand in mijn chat heeft het ook door. Alleen ik heb het door. Dus jij, zeg maar, we hebben het gewoon over iets heel, heel luchtigs. En dan ineens zeg je, ja, ik heb ook 2 patina-paten, 8 gouden en een dikke lul. Maar in principe, weet je wel, dat doe jij. Zo ziek is dat eigenlijk. Maar wel grof. Ja, ik waardeer het wel. Het is gegund ook.
Ja, lief. Maar ik zie net dat iemand zegt van je scheldt waarschijnlijk te veel voor het jeugdjournaal. Daarom word je niet benaderd. Ah! Dat zou best wel, dat zit best wel in de buurt, denk ik, van wat het zou kunnen zijn, denk je niet? En eerst voor je liggen zit best wat in. Maar goed. Richard, dankjewel voor die 22 euro, man. Mag ik even, alsjeblieft, als je kijkt nu, even een klein hartje of even een oké okay, of een ok, even een Richard voor Richard in de chat. Dankjewel voor die 22 euro. Doezo. Dankjewel. Dankjewel, Richard. Very sweet. Ja, maar dat is toch dom dat je dat zelf moet doen. Maar goed, whatever. Even kijken. We moeten ergens heen, volgens mij, toch? Of niet? Oh nee, we moeten ergens heen. Ik had nee opgezegd. Oh, hier is mijn auto. Ik ben even gewoon snelheidsduivels aan het klokken hier. Ja, ik zie dat je nog niks hebt gepakt. Nee, omdat iedereen zich gewoon... Bro, we lopen hier nou al een tijdje in dienst in deze stad. Mensen weten wat de fuck is goed. Ja. Je wordt of getaserd of geschoten of je wordt gewoon aangereden. Als je hier te hard rijdt, ben je gewoon de lul. Ik heb weer een nieuwe auto. Kom damn. Even naar ja, deze is hard. Heb je weer een nieuwe, ja? Ja, deze is dik. Kijk, waar ben jij daar? Yo, ah, nee, Tijmpie, hoe is het? Heb je een nieuwe auto, ja? Ja, deze is echt... Dit is echt een biggie. Verdient goed, hè, de politie? Ja, dat is allemaal van de belastinggeld, toch? Belastingcentjes. Hé, hey, deze moet ik eigenlijk aanhouden, maar ik laat je voor deze keer gaan. Want ik wil even een coole auto laten zien aan mijn collega. Dit is echt een ding, hoor. Nou, ik ben benieuwd. Traffic stop. Nee, geen zin in. Waar ben je? Hier ergens ben je volgens mij, toch? Oh, je bent bij de traffic stop. Kijk. Bro. Hij is wel groot, hè? Ja. Maar ook weer kapot, bro. Ja, hij wat is... Wat de fuck heb je met mijn smart ge... Bro, die smart is ook van staal, hoor. Kijk dit. Ja. Het wordt gereed. Heel eerlijk, dat zo'n grote auto tegen zo'n kleintje aan, dat is wel een beetje... Jouw auto is helemaal kapot en die smart staat hier gewoon te chillen. Doodziek. Ja, maar hij is wel dik, hè? Zo, dus denk ik gewoon niet hebben. Die van die honden achterin zit ook. Zo, what the fuck gebeurt hier? Ja, ik denk, duw je even aan de kant. Wow, hoe? Ik stap even in. Ja, ik ga naar een sportschool denk ik per week. Oké. Okay. We gaan even mensen aanhouden, dat hebben we zin in, hè? Ik ben zo overprikkeld, bro, nog steeds, chat. Van wat? Ja, van 10.000 subs halen, bro. Oh, dat is nog steeds gebeurd. Maar ik kreeg half paniekaanval net. Niet echt. Beetje. Toen het gebeurde. Ik werd helemaal nerveus. Dat is niet niks, hè? Hoe ver ga je lopen straks? Bro, ik loop rustig naar Kijkduin, hou dadelijk. Dus ja, pak hem. Pak hem. Ja, je ziet het, hè? Ja, ja, ik zie het. Kom maar aan de kant. Heb je op de tiplijn van het jeugdjournaal op Discord gezet? Geweldig. Als 900 man mij nou even tiplijnt. Ik zat even, Liam. Eerlijk? Okay. Praat jij even met hem? Ik wacht hier wel. Ik kijk wel even vanaf. I'll handle the accident. Oké, is goed. Meneer. Oh, mevrouw. Ik weet het niet. Heerling, hoe is het? Ik zie dat niet meer. Non-binair, whatever. Goed. Iedereen is welkom. Waarom kan ik hem niet... Oh, wacht. Ik hou jou vast omdat... Rook, toch? Ja, rook. Car. Smoking exhaust. Die smart hangt aan een touwtje aan elkaar. Dat is zeker waar. This person is constantly shaking. Oké, okay, mag je even ID zien? Dan ga je daarna eruit. Sure. Here you go, officer. Ja. Ja. Kom er maar even uit, gast. Hij is aan het shaken, man. Ik weet niet of dat is omdat hij mij ziet, natuurlijk. Zo'n enorm bekende... Ah, goed. Oh, traffic stop.
Wil je ja, daarheen? Nee. Eerst deze guy even. Okay. Maar bro, we hebben best wel een naampje opgebouwd hier in die stad, hoor. We hebben 8 man doodgereden, iedereen geracht, 38 bedrijfsauto's naar de tyfus geholpen in 1-16. Ook niet. Even druk hiermee. Oh, Slippery Gecko, welkom. Chat, heet hem even welkom, gast. Dankjewel, broeder. Volgens mij doe ik 2 keer hetzelfde, ja. You'll take a test to see if you've been driving under the influence of drugs. We have a traffic stop that needs to be handled. Zal het even naar... Traffic stop? Nee. I'm not sure I'll be able to get there in time. Ik mag hem searchen volgens mij, want als hij aan het... dinges is, aan het shaken... Dan mag ik hem volgens mij... Nee, dat mag niet. Frisken mag ik hem. Please allow me to frisk you for any illegal items. Heb je ook een Discord? Uitdekken Discord, gast. Uitdekken Discord. Ook bij Milan. Join de Discords. You're free to go. Have a nice ja, day. Weet niet of je dat moet doen. Oké, hij is klaar. Oké. Okay. Waarom wil je niet je smart? Nee, maar die heb ik achtergelaten om dit achterlijke ding van jou. Ja, morgen roze snor. Ik denk dat ik het voor morgen niet ga redden. Maar ik ga dat ASAP fixen. Jullie kennen mij. Ik ben een man van mijn woord. Of het nou een half jaar later is of een jaar later. Zoals met de karaoke. Uiteindelijk doe ik het. Dus komt goed, chat. Oh, wil je deze even beboeten? Ja, wat de fuck staat hij hier geparkeerd hier? Oh, ik denk dat het mag. Het is gewoon een parkeervak. Oh, het mag. Het gaat gebeuren, chat. Jullie kennen mij. Ik ben man van mijn woord. Ik doe altijd alles. Permanentje. Nou, ik moet even kijken wat handig is, hoor. Hij moet gewoon ros. Kijk, het is niet zoals mijn haar, snap je? Snor kan je gewoon weer afscheren. Stap in! Of je het nou wel of niet permanent doet, dat boeit geen reet. It's whatever. Hij moet gewoon roze. Achter ons rook een auto, hè? Ja, ik weet het. Daar keer ik even voor. Maar die guy staat daar stil, die blauwe. Ja, dit is echt een enorme draaicirkel, dit. Je wenkbrauwen ook. Is goed, Connor. Moet jij je wenkbrauwen roze maken? Nee, dat wil ik niet. Oh. Kan deze persoon even doorrijden? Nee, niet U-turn. Ja, dit zombie, maar daar moet ik even voor kijken. Want dat is op zich niet echt de bedoeling dat mijn huid naar de tyfus gaat. Snap je? Klon moet er even een millimeter. Hij lijkt op een junk. Dit heb ik hem al vaak verteld, maar hij wil niet. Ja, jullie praten gewoon donna. Hoezo praten donna, bro? Je zag er tering goed uit toen je dat korte kapsel had met die baard zo. Toen was je tering lekker, bro. Nee, want toen was het elke keer, waar is je haarlijn? Ja, oké, okay, boeit. Je ziet er nu elke keer, mensen gaan je euro's geven op de straat. Zo is dat wat je wil, nut? Ja, dat levert in ieder geval een beetje extra op. Fair enough. Kan ik dat dus snappen? Ja, thanks voor het lid worden, Menno. Thanks voor het lid worden, gast. Dankjewel, Menno. I'm afraid I can't make it in time. Wat had deze guy ook alweer? Oh ja, die wil smoken, hè? You've been detained for driving a smoky vehicle. Impossible! I got my car. Accident! We gaan er nu wel heen, oké? Okay? Ja, ga maar. En Meertje, je goed gast, is nog uit de hand gelopen. Heb je nu mijn subcount op gezien? Wacht even hoor! Wacht even! Zo, hallo? Wat gebeurt hier? Quinten Stevens? Hallo, Quinten? Hallo? Wat ben jij aan het doen, gast? Ja, niet zo veel, ga ik niet zeggen. Ja. Ook dankzij jou, hè. 100 euro superchat! Wie is er langs geweest, die niet, bro. Hey, goed 2034! Zeg, wie heeft er net in die kutzooi... Dankjewel, Quinten! ...iets gedaan? Ook al is maar één subje voor de bit, wie heeft er iets gedaan? Gooi even wat hartjes in de chat, man. Chat. Dat is niet, zijn niet drie personen geweest, hoor. Hier, Telestony, Robin. Ongelooflijk. Killer Ghost, Nanobot. Hey, ik hoor iedereen! Ik geef tegen hem zeggen dat ik iedereen hoor. Nou mute zichzelf. Okay, yo, okay, Quinten, ready? Dankjewel man. Enorm veel liefde in de chat. Zo, kijk dit! Oh mijn god! What the fuck? Wat is hier gebeurd? Wow, what the oh, fuck. Oh my god, die bus daar. Die auto hier. Oh mijn god. What the fuck, bro. What the fuck. Er ligt ook een vrouw onder. Of die bus heeft een rok, ik weet het niet. Oh my god. Hey, W's in de chat inderdaad. Spam maar even er lekker op los, man. Dankjewel, Quinten. Mijn god, hé. Hey. Ongelooflijk. Boeit.me/Billie Jean. Ongelooflijk. Wat? Heb je weer een nieuwe?
Ja, boeit.me/Billie Jean. Boeit.me/Billie Jean. Even kijken. Play. Hoi, Terrybe. Zo, ik heb Michael Jackson gevonden. Ah, ik kan het niet afspelen, man. Copyright. Kutzooi. Ah, kutzooi. Copyright? Ja, oh, bro. Die echte poko staat eronder. Ja. Pimbo, bro. Kutzooi. Word ik geband op YouTube, man. Dat is ook niet echt maar een beetje een onbekend nummer. Goed, ik ga naar die andere toe, ja? Oh my god, man. Sorry, man. Ik was even keetje. Ik kreeg even 100 euro dono. Dat is even niet normaal voor mij. Nee, Rink, sorry. Is het niet bang, nou? Mijn hele shit is... Kom maar even weer rijden verder, joh. Wat, waarom rijdt deze zo raar? Kijk nou. Dat wiel draait, maar die rijdt niet. Mag ik wat liefde in de chat voor Pimbo en Tommy on Fire, die niks te doen hebben, alle twee. Tiefes kinderen. Call ambulance. €49 op je muil. Hallo, wat gebeurt hier? Loopt iedereen jou geld te geven, Knol? Iemand heeft een verkeersboete en aanmaning van €49. Ja, niet normaal, want ik weet niet wat hier gebeurt. Oh, het is je gegund, hè, bro? Je verzorgt hier wel gewoon weer top-notch content, hè, met je ja, man? Nee, ik kan hiermee gewoon mijn plaat hier naar plaat halen, hoor. Ja, doe het. Bro, dankjewel, mijn 50 in brand. Jordi, dankjewel voor 49 euro dienst, hoor, op mijn mel. We hebben alweer 2 uur dienst, hè? Ja, ja, weet ik. Is ook meer dan genoeg. Dankjewel, Jordi. Dankjewel, man. Ik wil jou vertellen. Even weg. Tering, man. Dankjewel. Love. Gooi even het hartje in de chat voor Jordi. Hartje in de chat. Ik kan hier niet eens foto's van maken. Die oude station, een rare engel, bro. Ik ga helemaal nergens over. Dankjewel, man. Dankjewel. Applaus. Dankjewel. Zo, hallo. Thanks, man. Appreciate it. Ik weet niet wat de fuck hier allemaal gebeurt, man, maar... You took too long to get to the scene, zei hij. Maar dat is helemaal niet waar. Oh, what the fuck? We staan hier toch? Ja. Okay. Here's your accident report. Dus dit is een andere of zo. I guess. Ik snap er de ballen niet van, man. Echt niet. Goed. Ja, ik ga jou laten gaan. Doe je ding. You're free to go. Klaar. Have a nice day and take care. Zijn we klaar met de shift dan? Ja, waarom is ook een ambulance gebeld? Voor wat heb je een ambulance gebeld? Wat ben je aan het doen? De heer en vrouw zit in die auto, bro. Daaronder. Oh. Ja, maar kijk deze guy dan. Die is hier aan het slippen. Zie je dat niet? Die is hier aan het burn-out maken. Oh ja, what the fuck? Gast, wat de fuck ben je aan het doen? Ja, maar dat is hele game is bug, bro. Ja, de game is lijp. Kom, we gaan terug naar het politiebureau, gast. Ik ga een lunchen met zat. We zijn als goed is inderdaad al bijna klaar ook. Ja, kijk maar even. Laat me. Tering. Waar is het politiebureau? Oh, hiervoor is het ongeluk. We staan heel erg anders. Yo, Joey van Limburg. Nou, dankjewel voor het lid worden, man. Shift over. Thanks, Joey. Shout out jou. Ja, zie, dat dacht ik al. Mensen, Jezus. Quinten. Jullie kijken zelf maar even. Dankjewel. Omdat je zo blij werd, doen we het nog eens, bro. Gast. Ongelooflijk. Hey, chat. Als je nu niet spamt, ben je echt een loser. Als je nu niet spamt, neem ik je aan. En dan ga ik vol op je bord schijten vanavond. Morgenavond. Tijdens je eten. What the fuck? Ik vlieg. Ja, blijf ik naar huis gaan, jongen. Vijf uur. Heerlijk. Hey, dankjewel, Quinten. Dankjewel, bro. Holy fucking limonkele nimik. Dankjewel, man. Dit kwam tering laat. Hey, thanks, man. Hela. 50, love. Tering. W, love, hartjes, alles in de chat. Gooi het maar, whatever. Nog een warm en thanks, man, dikke toeters. 2024 toegewenst jullie. Kaasklontje, dankjewel voor je superchat. Ik ben blij dat ook een warm je en gelukkig bent. 2024 naar jou, man. Ook naar jou, ook naar jou. Ik ben er vandoor, man. Er zijn 2 hemel los aan het gaan. Hey, bro, is je gegund? Hoe klinkt dit? Hoe klinkt dat? Rustig aan, vriend. Klinkt het goed? Heb je mijn kus? Nee, ik probeer mijn ademsappel via mijn mic te doen.
Oké, okay, Milan, rust gaan, bro. Ja, is goed. Oké. Okay. Yo, later. Yo, later. Chat, ongelooflijk. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Oh, wat is dit nou weer? Oh mijn god, ik heb eens nieuws. Er stond week 3 finished. Pick a district. Nu kunnen we hier ook heen. En dan kunnen we tackelen. Oh my god, dit moet ik Don vertellen. Dit moet ik Don vertellen. We kunnen volgende keer tackelen. Oh my god, waar is Don? Waar is Don? Dit moet ik hem vertellen. Dit moet ik hem vertellen. Goed, bro. Dit moet ik hem vertellen. Yo. Chat. Ik ga er vandoor, bro. Unlocked. Normaal stream ik altijd... We waren gisteren ook 5,5 uur... Tackelen. Dinsdag, maar bro, ik zeg jullie heel eerlijk, chat. We willen tackelen, unlocked. Milan, wou je nog wat zeggen? Ja. Ik had alweer opgehangen namelijk. We hebben net tackelen unlocked. Nou, dan weten we wat we volgende week gaan doen. Maar yes! Tackelen. Let's go. Geweldig. We hebben tackelen unlocked. Nou, tot volgende week. Mannen tackelen, chat. Dat is toch vet? Dat is toch vet? Cool, was gezellig, neef. Ik, we appen. Chat, ik wil jullie... allemaal sick bedanken voor vandaag, man. Ja, ik jou ook, man. Ik jou ook. Chat. Yo, bro, dit is echt sick. We hebben tackelen. En daarna hebben we nog een patrolcar. Dan hebben we escorting criminals. Oh mijn god, dan kunnen we gewoon echte criminelen meenemen in onze eigen auto. Daarna kunnen we portemonnee dieven pakken. En dan krijgen we... call-out, wanted suspect. Oftewel, als bijvoorbeeld iemand dan verdacht is... Dit is heel vet. Als iemand verdacht is, dan moeten wij dus op... dan krijgen we een foto van die persoon en dan moeten wij die gaan zoeken. En dan moeten wij die persoon gaan zoeken en dan moeten mensen aanhouden... en dan met idee moeten we vergelijken en kijken of het ook echt zo is. Dan kan diegene ontsnappen en dan kan hij dus wegrennen... en dan moeten we hem proberen te tackelen of taseren of... Ja, man. En daarna hebben we arrest drug dealers. Bro, dit wordt sick. Ah. Dit gaan we volgende keer doen. Dit gaan we volgende keer doen. Dit is heel sick. Vet, man. Vet. Ik voel me echt een vette politieagent. Iedereen. Fucking vet dat jullie er waren. Gezellig. Leuk. Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn politieavonturen. Zuid-Rotterdam. Tuf! 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 Dankjewel voor je €22. Super. Tuf! Chat, man. Dankjewel. Groetjes uit Rotterdam. Waarschijnlijk Don met Rotterdam-Zuid. Daarom ben je hier waarschijnlijk. Maar dankjewel voor de €22, gast. Sowieso insane trouwens dat Quinten even om €100 gooit. Superchat. Daarna €101 superchat. En dat Toef nog een keertje met €22 komt. En daarna Jordi ook nog een keer met €49. Dankjewel, man. Echt insane. En we hebben bijna de 175 leden. Het is ongelooflijk. Het is een heel ander kaliber dan wat Twitch doet. Maar ik ben echt enorm blij en trots op wat we hier op YouTube voor elkaar krijgen. Ik moet zeggen, ik vind YouTube livestreamen veel leuker. Oh, ik voel me veel meer thuis op YouTube. Ik bedoel, ik zit er ook al 13 jaar, dus het is ook wel logisch eigenlijk. Ik waardeer dit, man. Ik waardeer jullie allemaal. Ik waardeer jullie lid zijn. Ik waardeer jullie checken, kijken, relaxen. Dinsdag ben ik er sowieso weer met een nieuwe livestream. Woensdag een nieuwe livestream. Donderdag gaan we weer politie simulator doen. En als ik even voor de mensen opsta... Hadden jullie verwacht dat ik een rok droeg? Voor de mensen die mij nog niet hadden gezien... in dit ontzettende mooie, knappe politie-outfitje. Dacht het niet, hè? Dacht het niet. Moet kijken. Wat vinden jullie van mijn rok? Ja, je ziet het niet goed, maar ik heb... Kijk, het is een rok. Hey. Never skip leg day, hè? Never skip leg day. Hey, never skip leg day. Annie. Mooi? Is het wat? Is dit jullie fetish? Dat dacht ik. Annie. Hey. Goed. Dit is niet gebeurd. Maar het zit wel enorm comfortabel, kan ik je vertellen. Dankjewel Yvette voor het abonnement geven. We hebben de 175 leden. Wauw. Wauw. Dankjewel. Dankjewel voor de 175 leden. Dankjewel voor de €1 Pieter Vogelzang. Dankjewel. En ook voor de €2,50 Pieter. Dankjewel Pieter. Iedereen enorm bedankt. Graag tot volgende week dinsdag 7:30.
Nieuwe livestream, nieuwe kansen, nieuwe game. En woensdag gaan we weer Euro Truck Simulator doen. Dus dan kan je weer meerijden als je lid bent. Hey, hoe leuk is dat? Goed, tot volgende week iedereen. Bedankt voor jullie support. Dag, groetjes thuis. Als je nog niet thuis bent. Dag. Groetjes. Ik doe mijn broek weer aan. Kom net binnen. Oh, kom net binnen. Wat een timing. Thanks, Pieter. Oh, tuurlijk ook nog. Ja, het is goed, man.